Yo, alles Flex Glitter City! Ik had al verteld dat Prince B jullie vandaag de royalty zou brengen. En hier komt het. Jullie kijken naar de nieuwe eigenaar van de Glitter City Mall. Toen ik klein was, was deze plek dus echt de absolute place to be. Voor next level outfits, een lekkere snack in het café en voor zieke optredens van de allerhotste artiesten. Ik hou van het winkelcentrum, dus ik ga even wat reclame maken. Ik heb een vraagje voor jullie, BB's. Wat dan? Wat vinden jullie het leukste aan het winkelcentrum? 1000% de salon. Het kattencafé, zeker weten. Dit kapsel stelt zichzelf niet. En dit is de enige plek waar ik thee kan drinken en echte katjes kan aaien. Wisten jullie al dat je vanaf dit weekend hier naar de salon kan gaan? Kan chillen in het café en naar een concert van de grootste sterren ter wereld kunt? Oh my gosh. Gaan de Supersonics hier optreden? Of Splash Queen? Oh wow. Misschien is het Lady Diva. Wie denken jullie dat er dit weekend optreedt? Dan wonen wij nu in het winkelcentrum. Dit weekend ben ik van plan om de Malle Surprises concertreeks te lanceren. Dat wil je niet missen. Neem je beste outfit en je vrienden mee. Ik zie je daar. Nu op naar het House of Surprises. En dit keer haal ik alles uit de kast. Mis het niet! Ugh, ik kan nog steeds niet geloven dat mijn eigen broer het winkelcentrum van me heeft gestolen. Oh, ik denk niet dat hij het gestolen heeft. Ik bedoel, dat is echt zo niks voor hem. Als je hem niet goed kent, nee. Hij laat overal rommel achter die Royal B weer mag opruimen. En laat me alsjeblieft niet beginnen over hoe hij is in een groepsproject. Ah, de groepsprojecten. La 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 la. Hoorden jullie allemaal dat waanzinnig prachtige engelengezang eerder? Mijn studenten klinken zo geweldig. Blijkbaar ben ik een topzangdocente. Wij willen de wereld laten zien wat we in huis hebben. En ik denk dat het dak hier echt de perfecte plek zou zijn voor onze allereerste show. Dat vind ik nou echt een top idee. Alleen werk ik nu op het dak aan mijn nieuwe schilderij. Kun je een week wachten? Ik denk het. Dan heb ik meer tijd om de perfecte show te choreograferen. En ik zou op het dak een modeshow kunnen geven. Ik heb ontwerpen die gedebuteerd kunnen worden. Ja, waarom doe je dat niet? Dat klinkt echt super fab. Wat als ik een wekelijkse show op het dak start? Dan kan iedereen hun talenten delen hier in het House of Surprises. Oeh, dat klinkt te gek. Ja, ik doe mee. Laten we het doen. Is dit misschien een beetje te veel? Het waait hier al best hard. Nou, als popsensatie kun je echt nooit genoeg wind hebben. Zie je? Wauw! Jullie zijn vroeg begonnen, hè? Ziet er fantastisch uit. Alleen ontbreekt er nog iets. Lama's! We hebben lama's nodig! Hey Swag, ik sta al zo lang naar deze schets dat ik het verschil niet meer zie tussen een zoom en een halslijn. Zou je kunnen helpen? Hey, Neolicious. Het is leeg. Ja. Je had gezegd dat je over een paar dagen klaar zou zijn. Ja, het is gewoon moeilijk om je te concentreren met zoveel van, dat. Wie is er klaar voor meer wind in hun haar? Ik dacht dat ik het dak voor mezelf zou hebben tot de show. Maar ik heb Lady Diva's enthousiasme een beetje onderschat. En hier gaat het nou allemaal gebeuren. Maar zal er genoeg ruimte zijn voor een mechanische stier en een van die ouderwetse piano's? Ik geloof dat we allemaal vrij enthousiast zijn. Ja, ik ook. Het komt wel goed. Ik wacht wel gewoon tot het wat rustiger is. Oh! Fame Queen! Komen jullie je ook aanmelden voor de show? Wij zijn hier voor jou, girl. Je zei dat dit de perfecte plek was om te werken aan ons nieuwe album. Oh, ik heb het zo druk gehad dat ik daar niet aan dacht. Als jullie vast gaan opbouwen en dan gaan we binnenkort aan de slag. Weet je zeker dat het niet een beetje te druk is? En dit is de plek die me het meest heeft geïnspireerd. Oh nee. Ik hoorde over het House of Surprises en ik dacht, dat kan ik ook, maar dan groter. Waarom niet de Mall of Surprises? Wat ben je aan het doen? Hesses, ik leg gewoon een proces vast. Je weet hoe het gaat. Moet je al het talent hier nou zien? En stel je ze dan allemaal eens voor in het winkelcentrum.
De wind is dus daar, hè? Pas op, hè? Talentenjacht aan het plannen. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Waarom doen jullie het niet in het winkelcentrum? Is dat soms waarom je hier echt bent? Je hebt me door. Luister, ik weet dat jij en je vrienden niet met mij willen samenwerken. We hoeven niet met jou te werken. Daar zit een verschil in. Maar ik heb toptalent nodig om deze concertreeks te beginnen. En het is een win-win situatie. Ik heb genoeg ruimte voor alle fans die je maar wilt. Honderden lampen, het beste geluidssysteem. Wat je ook maar wilt. Ik regel het. Bedankt, maar we hebben meer dan genoeg ruimte hier. Weet je het zeker? Want ik heb lama's besteld. Oh ja, heel veel lama's. Wat? Lama's brengen de drama. Breng ze naar het winkelcentrum. Als het alleen maar om één show gaat, is dat wel oké, toch? En dan is er meer ruimte op het dak voor Swag en de Supersonics. En mijn stier. Het zou me wel helpen als ik het dak weer terug had, ja. Oké, vooruit. Eén show. Maar er zwaait wat als je weer halverwege stopt en mij laat afmaken waar je aan begonnen bent. Nee joh, dat was de broer die voorheen Prince B heette. Ik ben de nieuwe verbeterde versie. Oké, wie is er allemaal klaar voor een epische show? Ja! Dit komt wel goed, toch? Natuurlijk. Wat kan er misgaan? Zijn jullie er klaar voor? No and not. Van deze plek. Je hebt pompommen voor me geregeld? Zei toch dat ik alles zou doen? Alles wat je wilt, krijg je. Dat is de Prince Bee garantie. Het gaat zo episch worden. En hier begint dan jouw couplet, Royal Bee. Zing maar gewoon iets. Je kunt het, zus. Ik ben helaas niet een rock queen, maar hoop dat je kunt zien dat... Jij kan dit. Ik ben helaas niet een rock queen, maar ik tel wel voor 10. Dus rock maar mee, misschien. Het spijt me, Queens. Ik weet niet waar mijn hoofd vandaag zit. Maar mijn creatieve flow is er echt even niet. Zeg me niet dat jij ook al een writersblok hebt. Ik durf het niet hardop te zeggen. Maar dat heeft ze 100%. Zullen we het anders omwisselen? Swag kan met ons jammen en Royal Bee kan wat kunsttherapie doen. Is dat een idee? Ik ben wanhopig op zoek naar inspiratie. Ik ook. Luister, we weten allebei dat jij de expert bent in alles wat met popcultuur te maken heeft. En meer popcultuur dan hier ga je niets nergens vinden. Je hebt mijn interesse. Kun je me een voorproefje geven van wat ik kan verwachten? We hebben een noodgeval. Geen mega super extreem noodgeval hoor. Eerder een klein ongemakje. Moet je dit nou zien? Deze discobal reflecteert het licht nauwelijks. Dus je hebt een stralende discobal nodig. Begrijpen? En groter. Doe ik. Had jij ook nog iets, Bibi? Nou, gezien het thema van de modeshow Tropisch Regenwoud is... vroeg ik me af of we het zouden kunnen laten regenen. Ik heb een super kleurverandering idee voor de finale jurk. Wow, te gek. Dan moeten we wel de leidingen checken en een regensysteem installeren. Wacht, als Neon Licious regen krijgt voor de finale... zou ik dan een grote entree mogen maken? Ik zat te denken, stralende popsensatie die uit de hemel komt vliegen. Ja, perfect. We hebben dan wel harnassen en een mat nodig, want veiligheid gaat voor. Je kunt dit weekend dus een vliegende, stralende popster en een binnenstorm verwachten te zien. Ik ben om.
Dit gaat het evenement van het jaar worden. Ik ga het iedereen vertellen. Zie je dit weekend. Hey, City Babe. Ken jij de Mall of Surprises in Glitter City? Ja, maar echt. Hier moet je naartoe. Kijk, zo doe je dat nou. Voilà, ik ben klaar met mijn meesterwerk. Ben je nou al klaar? Dat is echt een vet coole wolk. Het is een boom. Nou, ik vind het erg mooi dat de boom zoveel verschillende kleuren bladeren heeft. Zoals al die roze bovenaan. Dat is Neon Kitty. En dat de lucht zo superdonker is? Echt gruwelijk. Heel erg, Grunge. Het zou een zonnige dag moeten voorstellen. Dit is geen kunst. Sterker nog, ik voel me minder artistiek dan ooit tevoren. Je denkt er te veel over na. Creatief zijn zou leuk moeten zijn. Meestal wel, ja. Ik heb echt geen idee waarom het nou zo moeilijk gaat vandaag. Ik denk dat je te hard bent voor jezelf. Je vindt het leuk om te schilderen, toch? Ik zag je lachen toen je bezig was. Ja, ik ben er helaas alleen niet zo goed in. Dus? Niemand veroordeelt ons hier. Dus dit is de plek om risico's te nemen, plezier te maken en ervoor te gaan. Ik denk dat we dit weekend een themamenu nodig hebben voor de show. En ik denk dat ik dan eerst het thema moet weten. Het is een beetje tropisch regenwoud en een beetje... Glitter Llama Extravaganza. Eerlijk gezegd gaat het meer om de sfeer dan om alle details. Oh ja, zo werk ik ook altijd. Al mijn bobo wordt vers gemaakt van sfeer en dromen. Oh! Wacht, hoorde jij dat ook? Geen reden voor paniek. Oh jee! En wat voor sfeer is het nu, onverschrokken leider? Je gaat het water wel weer aanzetten, toch, Prince B? Ah, we kunnen zo echt niet gezien worden. Nee, katjes, nee! Dat zijn geen laserspeeltjes voor jullie. Oh. Doe toch iets, Prince B. Maak je maar geen zorgen. Prince B heeft het opgelost voor je het weet. Blijf kalm. Geweldig, Queens. En ik denk dat ik eindelijk klaar ben met mijn couplet. Oké, girls, vanaf het begin. Hm? Hallo. Royal Bee, we hebben een klein probleempje hier. Oh, er zit een spin op mijn gezicht. Eeuw, haal hem weg. Oh, grapje, laat maar. Het is maar een katje. Oh, hallo, klein lievertje. Oh. Waar is Prince B? We hebben overal gezocht, maar we kunnen hem niet vinden. Ik bedoel, we zien helemaal niks hier, maar ik heb behoorlijk hard geschreeuwd. Prince B! Oh, zie je? Geen reactie. Ik denk dat hij weg is. Wow! Ah, dit is niet te doen. Niet weggaan allemaal. We hebben gratis boba. Wat? Heeft iemand Prince B gezien? Oké, dit is niet goed. En het lijkt erop dat ik dit op zal moeten lossen. Alleen, ik heb echt geen idee hoe ik dat moet doen. Wacht, ik heb beloofd dat ik niet weg zou rennen. Ah, ik ben mijn oorbel kwijt. Maar als je erop staat... Is dat Prince B? Sommige dingen veranderen ook nooit. Ga jij maar gauw achter je broertje aan. Dan kijk ik wat er binnen aan de hand is. Dit is gewoon een klein tegenvalletje. Maak je geen zorgen. Alles zal spoedig weer helemaal normaal zijn. Wow! Waar is de thee? Dit is gewoon boba en lucht. Gracie! Hier zo! Kijk uit! Swim!
Jack! Oh, wat fijn om jou te zien. Wat is er hier gebeurd? Nou, we waren ons gewoon aan het voorbereiden op onze show. En Prins B zei dat alles mogelijk was, dus... Heel misschien heb ik wat zekeringen hier en daar doorgebrand met mijn lichtshow en... Ik heb misschien de leidingen verknald door het binnen te laten regenen en... Nu is het winkelcentrum gesloopt! Was het jullie al opgevallen dat Angles hier ook is? Oh, dat meen je niet. Het is geen filter. De stroom viel uit 15 minuten geleden. Ik verzwikte bijna mijn enkel toen ik naar het café liep en in mijn boba thee ontbreekt de thee. Nu is het gewoon boba air. Goldie! Oh. Huh. Een betere naam zou zijn The Mall of Disasters. Hashtag Mall of Disasters is nu al trending. En ze heeft mega veel volgers. Ja, als zij een slechte recensie schrijft, zijn we geruïneerd. En ik heb het café nog maar net geopend. Ik wil het niet nu al hoeven sluiten. We kunnen haar vast van gedachten laten veranderen. Maar dan zullen we wel iets speciaals moeten doen. Wie van jullie heeft er zin in een gratis show? Ja! Ik heb een idee. Maar ik heb wel een beetje hulp nodig. Niet te geloven dat je iedereen weer in de steek hebt gelaten. Je had me beloofd dat je dit af zou maken, Prins B. Ik laat ze niet in de steek. En waarom ben je dan hier buiten in plaats van iedereen binnen te helpen? Midnight Kid had een idee hoe we alles konden oplossen, maar... Er is een klein probleempje. Ik ben de sleutel van de meterkast kwijtgeraakt. Sorry, wat? Ik weet het. Dit was een vreselijk idee. Hoe haalde ik het in mijn hoofd om deze plek te kopen? Ik kan dit helemaal niet. Ik kon mijn Ultimate Frisbee Team niet eens bij elkaar houden. Ik dacht echt dat ik hier iets speciaals van kon maken. En ik wilde bewijzen dat ik niet alleen maar het broertje van Royal B ben. Ik kan de dingen die jij doet ook. Ik wil je trots maken. Tuurlijk ben ik trots op je. Jij bent mijn broer. Je hebt alleen wat slechte gewoontes. Zoals wanneer je een episch idee hebt, een fout maakt en dan wegrent voordat je het kunt oplossen. Maar dit keer was ik echt niet weggerend. Ik geloof je. Oké. Aan de kant. Goeie poging. Hey. Weet je nog dat dansje die we verzonnen hadden toen we 6 waren? Ja. Oké. Woe. Yeah. Goed bezig, Prins B. Oh, yeah. dikke moves, Royal B. Het is ons gelukt. Ja, en hoe? Goldie! Lift me up when I'm not okay. I can count on you, you always know just what to say. And I know that when I need you, you're not far away. I can count on you, I can count on you. Nobody loved me like my sisters do. Ha! Nobody holds me up, nobody knows me more, nobody loves me like my sisters do. Yes, Queen! Woohoo! Yeah! Okay! Dat was geweldig! You go, girls! Dank jullie wel! En dit is nog maar een klein voorproefje van wat jullie hier allemaal te wachten staat in de Mall of Surprises. Dus blijf op de hoogte. Oh, dit krijg ik er nooit meer af. Maar het was het allemaal meer dan waard, of niet soms? Ik heb net een geweldige geïmproviseerde show gezien in de Mall of Surprises. Ah, dat zijn wij! Als je zin hebt in een super tof dagje uit met vrienden, mag je dit niet missen. Het is ons gelukt! Weer een crisis, ontweken. En ik heb zo'n vermoeden dat jouw zaak nu weer heel erg goed gaat lopen, old girl. De plicht roept. Kijk, daar is Royal B. En ze heeft Prince B gevonden.
Ik dacht dat je alleen maar praatjes had, maar de show die je vandaag gaf was echt indrukwekkend. Benieuwd hoe je dit de volgende keer overtreft. Volgende keer? Welke show? Wij hebben net volledig de dag gered. Graag gedaan. En ook onze excuses voor, je weet wel. Ik had een betere leider kunnen zijn, maar we geven niet op. De volgende keer gaat alles beter. Ik weet niet hoor. Engels lijkt de chaos wel leuk te vinden. Dus ik denk dat dat nu jouw brand is. Ik bedoel, je noemt het niet voor niets de Mall of Surprises. Oké, dat is waar. Maar de volgende keer moet er wel wat structuur in de chaos zitten. Dit gaan we niet nog een keer zo doen. Aw, kijk jou nou toch eens een geboren leider zijn. Stop. Kom terug hier. Zo kan ik wel weer eens. Ik weet wel dat je van me houdt.